een spetterende afsluiting gehad van een hele mooie fokdag hier in Oldeholpaarden. Een fokdag waarbij de organisatie alles tot in de kleinste details had geregeld. Ook een fokdag waarop we goede medewerking van de trainingstallen kregen. We hadden veel paarden te keuren, maar dankzij de goede medewerking hebben we alles op tijd kunnen afronden. Vandaag bij de driejarigen veel kwaliteit. Meer dan 50 paarden gekeurd, waarbij 7 eerste premie stermerries en ook een hele hoop nieuwe stermerries zijn gekomen. Allemaal paarden die goed zijn in het exterieur. En in beweging werd het onderscheid gemaakt. Overal heel veel kwaliteit. En dat hebben we ook terug kunnen zien in de kampioenskeuringen. In de jeugdkampioen een heel mooi Twenter, nummer 93. Mooi langgelijnd Twenter, die fijn draaft en goed stapt. Dan hebben we de kampioenschap driejarigen gehad. Waarbij nummers 109 en 152 positief opvielen boven de rest. In hun beweging net een fractie beter waren dan de rest. De beweging kenmerkte zich door veel lossigheid in beweging en een hele goede beentechniek. Uiteindelijk het kampioenschap 4 jaar een oudere merries met 2 prachtige kroonmerries. Waarbij nummer 191 kampioen werd. En uiteindelijk het dagkampioenschap. Een prachtige rubriek met 6 mooie paarden. 2 Twenters, 2 driejarigen en 2 kroonmerries. Waarbij de driejarigen het kampioenschap en reservekampioenschap opeisten. Een hele prachtige fokdag met veel mensen en een goede organisatie.